feel paralyzed. Hallo kijkers van DJ Ali en welkom bij een nieuwe aflevering van Nolan Disneycraft. Jullie vragen jullie waarschijnlijk af waar ik sta. Nu als ik mij eens eventjes, dingen zien met mijn drie mensen zijn, sint Iris, XMB en Snelle Kopen. We staan bij het Reuzenrad. Waarom? Omdat kan. We gaan via het Reuzenrad ergens naartoe lopen. En waar we naartoe gaan lopen, dat is iets wat terug open is gegaan. Vandaag, zaterdag, de 24e is er livestream geweest. Enfin, die moet nog komen. Maar als deze online zit, is hij dus al geweest. En dan is één attractie alweer terug geopend. En dat is namelijk de Simba. Jawel, Simba is dus terug open voor het publiek. Moet je gemist hebben, check de livestream van Vincent. Simba gaat dus terug open. Maar er is nog van alles onderhoud. Wat ik dus niet wist. Dit is redelijk druk voor qua crew. IQ Beacon is crew geworden. Dan nogmaals felicitatie naar. Die is vandaag. Kijk, nu goed een uur of zo crew is. Vijs, wat is het? De list. Hij is mod. Zoals Tim. Space Mountain is in onderhoud getreden, dames en heren. Waarom? Dat weet ik niet. Maar Space Mountain is een ondergang, want als een VIP wat binnenvliegen weer de ingang staat, dat is duidelijk bij. Beste VIP, Space Mountain in onderhoud. Daar zien jullie het bord staan. Zie je? Beste VIP. Beste VIPs, deze baan is in onderhoud. Jammer, vind ik het wel. We zijn er met meer mensen. En ik wil mijn broertjes allemaal schreeuwen, dus heel erg leuk. En we gaan eens dus wat doen. August is jammer, maar dus we kunnen niet in de Space Mountain helaas. Oh, sorry voor dat geluid jongens, maar dat zijn mijn broertjes. We gaan lopen richting de het plein, de wevens. Visnet. Dat is een snel type natuurlijk. Ja, dit kan niet dus overgekomen. En dit is ook allemaal nieuw. Ik heb volgens mij alles laten zien. Maar hier zijn ze dus aan het bouwen aan de Ariel attractie. Nieuwe dark ride. Dit is Sepp. Ja, Pluto. Sepp. Binnenkort is het dus de 20e aflevering. En wanneer weet ik niet, want ik weet niet van, ik ben van buiten weet niet vanaf van wanneer. Ik weet niet van buiten welke aflevering dit is, maar binnenkort hebben we dus 20 afleveringen van Disneycraft. En deze week begint de nieuwe serie op het kanaal. Mag Wrecked open. No problem. En de nieuwe serie is gestart op mijn kanaal. Dat is No Limit. Oh shit, is er niet zo. Gaat starten en het is No Limit. Jullie hebben het gezien in de video. Weg met dingen. Hoop ik. En anders weten jullie nu al dat dat het dus weg is. Dingen stopt. Ik heb 2 afleveringetjes klaar. En inderdaad, Simba is de schoolpunt gegaan. Ik kan nog een keertje broadcast. Niemand voor record als die Abel even zit. Dan ga zitten. Ga zitten. Ja, hij zit. Wel, eigenlijk weg met die. Connected with. Hallo Robby. Robby is via Mindchat. Op Teamspeak is hij wel actief gewoon. Want ik ben net uit de kopie gegaan door deze opname, want die is helemaal vol en livestreaming is de service en hallo Abby. Hebben we hier nog een api in de zingen zitten die nee, Brit is niet te lang zeggen. Sorry Brit. Ik denk dat we nog een keertje gaan. Dat kan dan uitzetten. Kan je wel. Misschien niet.
afsluiten. En is die ABC is er dus weg. Is die weg? Volgens mij is die weg. Oh nee, hij staat hier. Oeps. Ja, vanaf hier kunnen we niks meer doen. Dus ik denk dat wij terug naar warplane moeten gaan. We gaan naar warplane tot we via daar niet verder kunnen, aangezien het daar allemaal nog afgesloten is in verband met studios die gemaakt worden. En ja, dit is wat met mensen. Hallo mensen. Wat zouden we nog gaan doen? Zijn er nog plekjes die wij eigenlijk nog niet echt gedaan? Wacht, misschien even eerst terug naar warp. Kunnen we eens even kijken voor een attractie. Een loopattractie misschien eens een keer. Dat hebben wij nog niet gedaan volgens mij. Een loopattractie. Scènes, Disney scènes. Ja, we gaan naar de scènes, ja. Komt iedereen mee? Oké, iedereen is hier. Mag ik IB wel voorop? Oké. We gaan eens een liedje lezen. We gaan het liedje lezen, niet het liedje. Voilà. Welkom in Disney Scenes Experience. Hier speel je jezelf overal. Plezier. Hier zie je de tv-studio van Disneycraft. Heb jij geen last van plankenkoorts? Presenteer nu zelf. Wie is de cameraman? Dat is Ramon. We hebben Abel Zetunicus die het presenteert. Dus ik zal wel niet ik zal wel even achter de camera lopen aangezien die live staat. Oké, we gaan verder. En ik voel dat nu om het Disneycraft nieuws te presenteren. Kom maar gewoon verder, er is nog veel meer te doen. Mag ik alsjeblieft op? Dank je wel. Weet je nog dat Constantine de opening wilde verpesten door liever te stellen? Wees nu zelf Constantine daarvan zo dat Frank niet explodeert. Ja, dankjewel Iris. Ik kan gewoon liever zo verhalen. Maar denk dat we verder gaan. De volgende is... Gelukkig was dit maar het zijn in de film. We moeten niet denken dat het nog eens gebeurt. In deze bus kwam de Muppets aan in het theater voor de show. Hij staat hier geparkeerd bij de... Hij staat geparkeerd in de spawn en je kan er... De... Je kan er hier in de scènes de vette stunts mee halen. De bus staat voor een speciaal ontworpen green screen. Hiermee kan je... Hiermee simuleren wij onze vette stunts. Dat was zo gaaf. Kom snel verder. Aan de rechterkant wordt make-up gedaan. Zit je waar wel goed? Volgens mij wel. Aan de linkerkant, de Wall of Fame. Alle mensen die ooit een attractie, deze attractie bezogen hebben. Oké. Cristiano Ronaldo 2004. Die ken ik niet. Frans Bauer. Muppet en Constantine. Peter Steelpan. Jork. Rui Krutsen. Peter Steel van Angel, Boer Harms, Hans Worst, Professor Nagaas, ik heb een ding van Brit. Thanks, kom je ook. Wie hebben we hier nog? Baron Walt Disney. Oké. Okay. Dit is een live opname geweest en jij speelt de hoofdrol. Ik... ik zit in de... Ik zit daar. Maar er worden dus live opnames gedaan en we gaan verder. Over de plate. Sorry voor die kleine geluidjes, maar ik moet het, ja. Hoe voelt dat nu om echte filmster te zijn? Nu doen we het anders. In de volgende ruimte zijn camera's verstopt. Dus gedraag hier zo goed mogelijk. Veel plezier. Ik zie hier allemaal een cameraatje staan. Ik ga weer een kans slinger als tassen door de jungle. Ik kan niet door het vuur, dankjewel. Godverdomme. Laat me op die plate staan, dankjewel. Uitgeslingerd op het door nu als een elfje door het bos. Zo genoeg serieusheid. In de volgende scène kan je grap maken met het doek worden. Waar wacht je nog op? Ik weet niet waarop ik nog wacht. Uitgelopen in een nieuw samen met Disney Admins. Oké. Okay. Met een foto met de admins. Je kan dus altijd in de scènes een foto maken met Rowi, met Gio, met Leroy en natuurlijk met Vincent. Verder gaan we dan naar Hody, dat je klaar was. Echt niet. Woody zelf je te wachten in een vette scène. Oké. Okay. Leuk gemaakt.
Next. Is een opname is bezig. Dan, wat is hier aan de hand? Hallo stinkpoes. Hallo stinkpoes. En dan hebben we hier een rode loper. Welke superster zal er hier voorbij kunnen? Of wacht, jij bent superster. Zet je mooiste glimlach op. GG. Yeah. Ja, dat was Disney Scenes. Brit, ik ga terug naar... Warp-up. We gaan nog een loopattractie doen. Waarom niet? Hier, hallo. En hier. En hier. Nog een loopattractie. En dat wordt... Treuzenrad niet. Dolf niet. Sprookjesbos. Lion King. We gaan naar Lion King. Selina weg. Fuckje. Nee, sorry, maar dat zou moeten wel eens... ik ben met de Lion King. Iedereen is er, dank je wel. Lion King. We doen eigenlijk niet te maken loopattracties, maar nu zijn we dus met veel mensen, dus profiteren van een loopattractie. En waar is Stinkpoes? Oh, hier is Stinkpoes. Stinkpoes. Onlangs ik Stinkpoes. 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 Oké. Welkom op Welkom Avontuur. We gaan op pad om een aantal leeuwen te spotten in de jungle. Meer staan een verlaten auto, zodat er nog meer mensen op leeuwjacht zijn geweest. Ja, een mooie auto. Wat zit er een beetje liever? Niks. Redstone. Dus een heel goed, dus hier komt ik iemand een redstone uit een skipboom. Oh, hier is een bordje. Pas op, daar staat een kudde met neushoorns. Probeer ze niet te lokken, houd shift ingedrukt en is stil. En Pluto neemt natuurlijk de leiding, ja. Te stil zijn. Stil zijn. Voorzichtig. Red, wat verdomme. Shift. Ik een bordje. Oeh, shift. Gelukkig, die neushoorns heb je niet gezien. Pas wel op, het gevaar is nog niet geweken. Wat komen we nu tegen? Kijk uit. Het grieldier van de krokodillen. Probeer ze niet te storen tijdens een middagdutje. Doei doei. Er zijn maar ook al voor. Is er nog eentje? Ah, jij. In kamp zullen er mensen in de buurt zijn. Het lijkt dat ze verslonden zijn. Oh, hier is het kamp. Ja, mooi. Pas wel op dat je een kokosnoot op je hoofd krijgt. Kijk eens wat een leuke aapjes hier in de bomen. Dat is een aapje, daar is een aapje. Dat is allemaal broers en zussen van vroeger. Oep, dat moet weg. Jammer. Jammer. Geen motor verslagen? Volgens mij niet, hè? Nee. Gaan we verder. Hé, hey, een grot. Zou je naar binnen mogen van Pumba? Melkom. Pas wel op, de grot is niet zonder gevaren. Hier in deze grot zwemmelt het van reuze spinnen. Pas op dat je niet vangt. Sluipen is de beste manier. Daar zijn de spinnen. Daar zijn de spinnen. Het lijkt wel alsof er eerder mensen waren. Zo te zien is het niet goed afgelopen met ze ook. Niet goed. Dat is goed zeggen. Dat is wel een grapje. Ik heb grapje gedaan, die spinnetjes. Een oude mijn. Zou er nog iets kostbaars te vinden zijn? Denk je niet. Behalve Starlux. Hallo Erik. Een krater. Wat zou hier gebeurd zijn? Ploffing of zo. Ai. De uitjong. Zou er leeuwen te vinden zijn buiten? Neem maar eens een kijkje. Maar wees op je hoede. Een hele kudde met dieren. Wat zou hier aan de hand zijn? Het lijkt wel een scène uit The Lion King. Er zijn hier olifanten en die ken ik niet. En zijn dat zebra's? Nee. Au, er is een ceremonie bezig. Ah, er is een ceremonie bezig. Wees zo stil mogelijk. Oh, oké. Okay. Zo stil mogelijk zijn. Ook giraffjes. Hallo flamingo. En hallo olifant. Al die dieren, maar nog steeds geen leeuwen gezien. Waar zouden ze toch zitten? Misschien wel in die grot. De leeuwengrot. Wat zijn dat nou voor bekken? Voor gekke beesten.
Misschien zijn ze wel gevaarlijk. Pas dus goed op. Ja, nou dat, kan je niet. Stil, heb jij dat, hoor jij ook dat je bro? Weer iemand. Het gaat toch snel. Zouden er leeuwen in de grot zitten? I don't know. Ja, eindelijk een leeuw. Blijf wel op afstand. Je zal niet de eerste zijn die wordt opgegeten, zo te zien. Doei. Je hebt het overleefd. Waar? Wat een mooi beest is het. Ja. Wat een mooi ding. Oh, woordjes. Excuses. Wat ziet deze grot er trouwens griezelig uit? Gewoon naar de uitgang maar. Het ziet er oud en grammel uit. Hopelijk stort de brug niet in. En die is er al mooi kapot. Dus. We gaan geen coins weggeven mensen. Hoor, dat vind ik niet. Nee, dat, ze gaan wel. Volgens mij ging ze kip. Zouden er vanaf hier nog levend zijn te spotten zijn? Kijk, goed, misschien zie je er wel nog een paar. Er is wel een giveaway geweest. Geweest eigenlijk. Normaal is er een giveaway geweest. Doei Pluto, even weg. Wat hebben we hier? Welvip. Oh. Gelukkig, we zijn veilig uit de grot gekomen. En kijk eens wat we daar hebben. Nog meer leeuwen. Hallo, chat. Hallo, chat. Toch nog twee leeuwen extra gezien. Wat een geluk. En verder nog heel veel mooie andere beesten. Wat een spannende tocht. We hebben veel mooie dieren gespot. En onze angst overkomen. Nee, dat was de Lion King, jongens. Een leuke attractie. Vroeger was het een attractie met een karretje. En je ziet... Lion King is open. Zit er een broodkastknop op? Oh, er zit serieus een broodkastknop op. Oh, wat. Ik ken nog echt mensen komen naar die attractie, hè. Dat weet je ook weer. En iedereen zijn, we zijn gewoon iedereen kwijt. Wat jammer. Alleen Pluto bij de Pluto. En Simba heeft zijn skin veranderd. Vind ik niet leuk. Oh nee, Iris is terug. Ja. Jongens, ik denk dat dat was. Lion King was toch al geopend. Ja. Maar er zit een broodkast op. Jongens en meisjes, hartelijk dank voor het kijken naar Holland Disneycraft. De nieuwe aflevering ben het, dus het getaltje kwijt. Hallo Iris. Draai Iris. Op de bank. Op de bank. Iris. 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 Oeps. Op de bank, Iris. Op de bank. En slaan. Dames en heren, hartelijk slaan. Ja. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. En Iris en Pluto en de rest allemaal bedankt voor meedoen. Ja, Pluto gaat maar turken. En Iris turken. Ja, oké, okay, ja, hij is weer grijs, zijn pil niet genoeg. Maar tot volgende week maandag. Maar dan eerst nog tot zondag bij een nieuwe Swire. Tot volgende week maandag sowieso bij een nieuwe Lol Disneycraft. En wie weet wat we dat dan weer allemaal gaan doen.